De weekendgast, hallo, goedemiddag. De weekendgast van 12 januari van dit jaar is een hele bijzondere, althans voor mij bijzonder. Want ik ken haar al ruim 2 decennia. En dan heb ik het over Myrna Goossen. Ze is een goede vriendin van mij. En die heb ik leren kennen, ik denk 20, 2, 3, 24 jaar geleden bij een snabbel. En zij deed een snabbel, daar was ze mee klaar. En er was de afspraak dat ze mij dan zou aankondigen en dan weg zou gaan. Maar het verdomde ze op een of andere manier. Ik kom het boven even uitleggen. Dus ik dacht bij mezelf van nou, die moet ik eens even te pakken nemen. En dus ik kondigde haar wel aan. Ik zeg nou dankjewel voor jouw bijdrage, Marijke Merkens. Nou ja, dat was natuurlijk een geweldige grap in die tijd. Nou, is hier minder leuk, maar ik wil je toch niet onthouden. Waarop zij omkijkt, begint te lachen en naar mij toe komt, mijn hand schudt en ze zegt, oh ja, ik had je moeten afkondigen. Nou, dat is het verhaal, de basis, zeg maar, van onze vriendschap. Ik heb haar toen de volgende dag 100 rozen gestuurd, omdat ik het geweldig vond. En ik vind het nog steeds hartstikke leuk. Myrna Goossen nu te zien bij Max. En vandaag, op deze zondag, als ik me niet vergis, zeker. Althans, zondag is de dag dat we het filmpje draaien bij Keur in de Middag, Radio 10 Gold. Veel plezier. Geboren in Hilversum op 29 oktober 1962. Na haar middelbare school volgde zij een opleiding tot directiesecretaresse. In 1985 werd ze aangenomen als omroepster bij de AVRO en presenteerde ze ook programma's als Lot voor Artes en Hart van Goud. Ze was verder de assistente van Jos Brink in het programma Wedde Dat. In 1998 verscheen Myrna, vrijwel naakt, hoelala, in de Playboy. In oktober 1993 keerde ze terug op tv bij RTL 4, waar ze Gezondheid, Gezond en Wel, het klusprogramma Eigen Huis en Tuin en de 5 uur show presenteerde. Myrna Goossen is in 92 begonnen met haar eigen uitgeverij en webshop. Sinds 20 december 2010 is Myrna te zien bij de Omroep Max. Dames en heren, het lachenbekje van vroeger is nu al jaren een mooie, volwassen en talentvolle vrouw die ik al meer dan 2 decennia een goede vriendin mag noemen. Uw applaus voor Myrna Goossen. Ja. Ja, een lange cv. Ja, schat, dan heb ik de helft er nog uitgeknipt. Jongen. Ik denk, jouw cv is zo lang, maar dat van die krantenwijk heb ik eruit gehaald. Ja. Dat moet er onderaan beter. Beter. Ja. Krijg je bij Max ook wel eens zoveel applaus? Nee, dat zou toch wel moeten. Dit is uniek. Ja, hou eens op. Dat is meer dan genoeg. Ja. Ja, wat fijn dat je er bent, had ik al gezegd. Want je was er net ook al even. Dank je. Heerlijk. Ja, ik zei het al, ja, het ruikt echt naar pepernoten en appeltaart in de studio nu. Omdat het zo gezellig is. Ja, wat lekker. Want dan ook mensen weten dat natuurlijk. Je bent begonnen als omroepster. Nou ja, eigenlijk als ledenwerfmeisje. Ja, zo begon het. Ja. Ja, ik heb dat staat overigens nog op YouTube, hè, die filmpjes. Daar komen we zo bij Keur in de Middag TV. Gaan we het nog even laten zien. Heel bleu, heel voorzichtig. Heel piepstemmetje van de stress. Ja. En toen ben je doorgeschoven naar omroepster. Hadden we nog omroepers. Vond je dat gelijk leuk? Nee. Nee? Nee, ik wilde het ook eigenlijk helemaal niet. Waarom heb je het dan toch gedaan? Omdat mijn broer, ik stond onder de douche en mijn broer die had gehoord van mijn moeder dat ik uitverkoren was om dat te doen. En na 2 screentests, maar die 2e screentest wilde ik eigenlijk al niet doen. Ik denk, dat is helemaal niks voor mij, zegt het vak. En, maar goed, dus toen zeiden ze, ja, als je A zegt, moet je ook B zeggen. Toen dacht ik, daar hebben ze wel gelijk in, dus 2e screentest ook. En ik kwam eruit. En toen zei ik nog van, nou nee, ik ga het niet doen. Vervolgens ging ik douchen. Ik weet niet wat van dag dat was, een dag erna of zo. En mijn moeder had mijn broer gebeld van, moet je nou eens even horen. Je zus is uitgekozen om omroepster te worden, maar ze zegt nee. Ja, en mijn broer is meteen naar huis gekomen, heeft geposteerd voor de deur van de douche. En hij zegt, ik ga niet eerder weg dan dat jij zegt, ik doe het. Hij zegt, dit is iets wat elk meisje wil in Nederland. Hoe heet je broer? Bert. Dus aan Bert heb je te danken. Bert Goossen? Ja. Bert, ja. Ja. En dat heeft je geen windeieren gelegd, want je bent best een flinke celebrity in Nederland, zeg ik oprecht. Want als ik dat allemaal even google, wat je allemaal gedaan hebt, ik heb hier nog een heel klein lijstje. Even kijken hoor, je bent actrice geweest in de serie De Verlossing. Nou ja, een dat klein is al geleden. Rolletje. Dus die omroepswerkzaamheid dan de Afro's danstest. Ja. Lot voor Artes samen met Fred, als in Fred Oster natuurlijk. Ja, weekendquiz. Wedde Dat, Hart van Goud. Toen heb je RTL gedaan, Gezondheid, Gezond en Wel, Staatslot op Locatie, Eigen Huis en Tuin, 5 uur show van Koninklijke Huizen, Jetsetters, Aperitivo, Beurs Live, RTL Boulevard, gastpresentatrice, Dancing with the Stars, deelnemers in de serie 2, voorjaar 2006, klussen met kijkers voor SBS en toen ben je naar Max gegaan. Wat een lijst. Wat een lijst. En volgens mij ben je de lottoballetjes nog vergeten. Ja, nou, dat is niks voor mij om die te vergeten. Zo, dat was het. Vond je het leuk? Ik vond het enig. Ja, hè? Ja, maar ik vond het met jou. Met jou vond ik het natuurlijk wel heel leuk. Ja. We hebben natuurlijk hele grote namen gehad in de show. René Vroeger was er en Katrine Keil en
Nou, grote namen dus. Maar daar hoor jij natuurlijk ook bij. Hoe vond je het zelf gaan? Nou, wat voor gevoel heb je eraan overgehouden? Een toontje heb je, zeg. Nou, het is natuurlijk gek. Als je een vriendin moet interviewen, is het altijd heel moeilijk. Ik had het met Carlo ook, vond ik ook een beetje moeilijk. En Winston, daar ben ik ook vrij goed mee om. Dat vind ik lastig. Als je iemand niet kent, dan heb je natuurlijk ook nog je natuurlijke nieuwsgierigheid. Maar wij kennen elkaar zo goed. Dus niets nieuws, hè? Het aardige is, want dat heb ik beloofd, hoe wij elkaar hebben leren kennen. Oh ja. Dat ga ik niet nu vertellen, maar dat heb ik heb het beginnetje aan het begin van dit filmpje al een beetje verteld. Maar wel de aardige versie. Ik ga de aardige versie ga ik vertellen, want de onaardige versie staat aan het begin van het filmpje, hebben de mensen al gezien. Maar jij maakt er een hele onaardige versie van. Dat doe je altijd. Nee, dat is onzin. Waar. Dat zou ik toch nooit doen. Zullen wij naar beneden gaan? Naar de grote tv-studio? Ja. Nou, jij bent 21 gewend. Dankjewel, schat. In the middle.